Nummer 100. Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Zo, een beetje een ander begin van deze bijdrage dan normaal. Het is net voordat ik ga opnemen. Nou ja, ik ben dus al aan het opnemen, maar even in de brievenbus kijken wat voor post er is. Terwijl het verkeer hier op zaterdagmiddag ongebruikelijk druk is. Nou, terug naar binnen dan maar. Poes springt snel weg. Wat is er? Moet je wat te eten hebben? Moet je broekjes? Vandaag, zoals gezegd, dus de 100ste. Gisteren ging de uitzending niet door vanwege een foutje mijnerzijds. Ahem. Ja, de 100ste uitzending alweer de eerste. Die heb ik opgenomen op 6 oktober, zag ik net. Ik heb in de driekwart jaar daarvoor een paar valse starts gemaakt. Ik wilde steeds iets gaan doen, maar steeds dan voelde het niet goed. En nou ja, dan houdt het weer op. In december 2022 heb ik 10 kerstvakantiespecials gemaakt. Ik was het alweer haast vergeten. Ik had er daarvan nog meer geschreven, maar op een of andere manier werkte dat inderdaad niet. In de zomer heb ik via D-Star er nog een stuk of 15 gemaakt onder de titel D-Star Praatje. Dat was vooral bedoeld om de activiteit op D-Star wat te vergroten. En het was nooit de bedoeling om er meer dan 15 of 20 van te maken. Maar als het aanslaat, ja, je weet het nooit. Ik had eigenlijk een soort stok achter de deur nodig. En op een bepaald moment had het Theo van Radio Theepot en ik zelf volgens mij dezelfde gedachte. En eigenlijk haast vanzelf ontstond het idee om via zijn zender op de Middelgolf nabij de grens van Groningen en Drenthe wat te doen. Ik heb er nog een aantal weken voor nodig in zo'n geval om te brainstormen, om een vorm te vinden voor de uitzending en om mezelf zover te krijgen om het aan te durven. Wonder boven wonder bleek dat eigenlijk uitermate goed te werken. Ik zie nog wat punten die ik kan verbeteren, maar in zijn algemeenheid ben ik erg tevreden. Ik krijg ook tamelijk goede feedback. Iets meer feedback mag wel, maar de feedback die er komt, die is zeer bemoedigend. Nou ja, ik ga er vast nog wel een poosje mee door, denk ik, wil ik maar zeggen. Het onderwerp voor vandaag, iets langer dan gewoon, had ik al voorbereid toen ik besloot het voor de 100ste te gaan gebruiken. Ik ben niet van de feestjes, dus. Het onderwerp is journalistiek in zijn algemeenheid, maar vooral hoe ik journalistieke teksten, uitzendingen of wat ook maak. Zoals bij journalisten vaker gebeurt, heb ik het vak als het ware in de praktijk geleerd. Ik heb eerst een paar publicaties van fictieverhalen gedaan in tijdschriften. Vervolgens kwam ik als vrijwilliger bij een blad te werken. Daar heb ik volgens mij 2 of 3 jaar gewerkt. En dat maakte publicaties uitsluitend door mensen die ergens verstand van hadden erover het onderwerp te interviewen. Dus dat was meteen in het diepe. Er waren een paar mensen die ook twijfelden of ik dat wel zou kunnen met mijn achtergrond. Maar dat ging eigenlijk heel goed. Beter dan verwacht. Vervolgens heb ik voor een hobbyblad eerst artikelen geschreven over die hobby. En later ook daar interviews gaan doen. Daar ben ik uiteindelijk 12,5 jaar blijven werken. En daarnaast ook nog voor een aantal andere bladen. Gaandeweg leer je dan de functies binnen zo'n uitgeverijbedrijf. Wat doet een uitgever? Wat doen de hoofdredacteur en de eindredacteur? Hoeveel bladen beheren die gewoonlijk? Dat de eindredacteur gewoon ook je titelteksten aan wil passen om ze beter bij de naburige teksten te laten passen bijvoorbeeld. Contact met collega's is bij bladen met veel freelancers waar ik voor werk en gewerkt heb niet heel uitgebreid. Soms zie je elkaar eens in de 2 jaar. Met sommige mensen heb je e-mailcontact, maar eens in de zoveel tijd wissel je wat uit. En zo kom je gaandeweg de gangbare praktijk te weten. De culturen van verschillende bladen verschillen ook nogal eens, dus daar moet je ook rekening mee houden. En bijvoorbeeld werd me al snel verteld dat ik altijd hoor en wederhoor moet toepassen. Je kunt niet een klant laten mopperen over een bedrijf en dan vervolgens dat bedrijf niet de gelegenheid geven om beweringen van een weerwoord te voorzien. Of andersom. En soms ga je nog een poosje heen en weer tussen die partijen. Andersom bedoel ik dan dat je ook niet een bedrijf over een klant iets lelijks mag laten beweren zonder dat je die klant het woord laat. Zeker als de klant met naam genoemd wordt. Ja, en soms ga je er nog een tijdje tussen die partijen heen en weer om te kijken of je het beste resultaat krijgt. Maar je moet zelf toch ook bewaken dat die wijzigingen dan weer niet uit de hand lopen. Want voor je het weet wordt het een heel ander artikel. En dat is ook niet de bedoeling vaak. Het kan zijn dat het beter wordt, maar meestal niet. Het zijn gewoontes die er voor een deel zijn gekomen om ervoor te zorgen dat een verhaal zorgvuldig is en niet eenzijdig. Een van die regels is dat je nooit iemand die je interviewt betaalt. Ik had echter ooit de kans om een erg goed verhaal te maken en dat was heel nieuwswaardig. En de belangrijkste bron voor dat verhaal wilde geld voor haar medewerking. Dat snapte ik goed. Die persoon in kwestie liep enigszins het risico slachtoffer te worden van geweld als bekend zou worden dat zij anoniem haar verhaal gedaan had.
En bovendien was er een veel groter risico dat ze een gevangenisstraf zou kunnen krijgen. Dat was niet heel waarschijnlijk, maar allemaal. Maar ze liep die kans wel degelijk. En die kans was door haar medewerking aan het artikel ook een stuk groter. Het was geen zeer zwaar misdrijf, overigens ongetwijfeld verjaard. Het zat iets in de computersfeer en er werd toen ook al niet zo zwaar aan getild als nu. Het is echt lang geleden. De eindredacteur van het blad hield echter, ondanks dat het geld er waarschijnlijk wel was, vast aan de regel. Het artikel kwam er niet. Een mooie scoop voor mij gemist dus. Maar het is in zijn algemeenheid inderdaad zo dat als iemand al te graag geïnterviewd worden of betaald wil worden voor medewerking, dat er dan een grote kans is dat het verhaal eenzijdig is en misschien met de waarheid vervormd tot stand komt. Hetzelfde verschijnsel heb je in versterkte mate bij alles wat er op televisie gebeurt, reality-series, actualiteitenprogramma's, nieuws. De aanwezigheid van een tv-camera vervormt altijd de werkelijkheid nog veel meer dan een journalist in de buurt. En in een aantal gevallen is die vervorming zo groot dat het verhaal daardoor ook geweld aangedaan wordt. Hetzelfde geldt voor tijdschriftartikelen natuurlijk. De aanwezigheid van een journalist met zijn schrijfblokje of zijn opnameapparaat. Ik neem nooit op trouwens bij interviews. Ik maak altijd aantekeningen op papier. Maar mensen vertellen een ander verhaal aan hun familie op een feestje dan dat ze aan een journalist vertellen die hun verhaal graag opschrijft. De vaak ongeschreven regels die ik hiervoor al noemde zijn ervoor om dit effect zoveel mogelijk tegen te gaan. Nooit je geïnterviewde het eindresultaat laten lezen voor publicatie is ook nog zo'n regel uit het vak. Doordat het genre van reality ook bij documentairemakers en interviewers de afgelopen jaren zo populair is geworden en ook bij podcasters, wordt er ook vaak meer gedacht over of deze regels wel terecht zijn en er wordt ook over de verdere totstandkoming van het item wel veel gedacht. Tot nu toe is het de journalist bijvoorbeeld die uitsluitend degene is die bepaalt hoe het verhaal verteld wordt. Het verhaal dat bij iemand hoort, het verhaal dat van iemand is in feite. Het is iemands levensverhaal, soms. Soms is het een deel van het levensverhaal. Bij mij krijgt iemand nog steeds alleen in laatste instantie een vetorecht. Maar anderen geven dat vetorecht helemaal niet. En in laatste instantie bedoel ik, ja, dat wisselt wie het is. Iemand die niet goed weet wat de gevolgen zijn van een artikel. Ja, voor die is de impact onverwacht en moet je daartegen beschermen. Dus die moet je makkelijker mee met dat soort dingen zijn. Maar goed, de andere vraag is, zou iemand voor een minder eenzijdig beeld... Nou ja, minder eenzijdig, de vraag is of het beeld eenzijdig is, maar je kunt verbeteringen aanbrengen. Zou die niet meer zelf de invloed moeten krijgen op hoe zijn of haar verhaal verteld wordt? Maar ja, de expertise over een goede weergave van een verhaal, welk verhaal ook... Ja, dat is er bij mij als journalist wel. Ik weet wat het er doet, ik weet wat mensen lezen, dat het op een... hapklare manier gebracht moet worden. De kopjes die moeten in orde zijn. En er moet een leuke intro aan zitten waar mensen nieuwsgierig van worden. Je moet wel oppassen dat voor een deel die eigen inbreng, zoals ook in mijn geval, niet al te veel uit mijn eigen voorkeuren bestaat. Want die heb ik zeker. In de loop der tijd loop je die op, of je dat wilt of niet. Het betalen van mensen voor hun verhaal, dat is in elk geval not done volgens de regels die veel mensen van het vak hanteren. En nooit je vragen laten zien voor het interview is een andere regel. Iemand nooit je werk tonen voordat het gepubliceerd wordt. Je moet zelf ook geen cadeautjes aannemen. Dat is, je moet mensen niet betalen, maar zelf ook geen cadeautjes aannemen. Maar ja, ik ben het niet met al deze dingen eens en handel gerust de strijd daarmee. De wereld is niet zwart-wit. Als een rijke ondernemer mij alleen in zijn fraaie villa op een tropisch eiland wil spreken en er biedt aan om mijn verblijven de reis heen en weer te betalen, ja, dan is dat denk ik heel ver over de grens heen van wat ik zou doen. Echt niet. En ik heb vliegangst. Maar los daarvan, ik zou het niet doen. Iemand met wie je in een café zit de koffie laten betalen, maar dat is oké. Ik laat me daardoor echt niet beïnvloeden. Als iemand mij aardig vindt en dat wil doen, nou ja, prima. Het zal niet meer invloed op het verhaal hebben dan de sympathieke uitstraling van een geïnterviewde die toch ook heeft, ongetwijfeld. Of niet. Een koekje door zo iemand laten betalen kan, een eenvoudig gebakje, daar gaat het al snel de grens over. Ik heb ooit een collega geïnterviewd voor het blad waar wij samen voor werkten. Hij bood aan, we gingen samen eten en zo werd het gesprek gevoerd, kladblok op schoot, servet eroverheen. Ik vond het geen probleem dat hij dat betaalde, sowieso niet. Maar ik had in die tijd overigens ook een mogelijkheid om het eten dat ik bij zulke gelegenheden bestelde, geheel of in elk geval gedeeltelijk vergoed te krijgen. En ik was er vrij zeker van dat hij die mogelijkheid ook had, maar zelfs als het niet zo was.
Ik had met de man overigens de nodige conflicten gehad, maar die waren voor het portret dat ik moest maken ook niet relevant. En ik ben professioneel genoeg om ook dat eruit te halen. Dus een maaltijd, wah, dat kan ik ook. Het betalen van een geïnterviewde of een interviewer die toe ieder is, ik zei het al. Dat is tot op zekere hoogte misschien niet zo'n probleem. Het is altijd maatwerk, dat zeg ik ook al. Maar stel dat iemand flinke kosten maakt om jou met je verhaal te willen te zijn. Of hij of zelf grote risico's, zoals ik al zei, ja, dan kan het wel in orde zijn. Je vragen vooraf nooit laten zien. Dat is voor mij wel een vrij stevige. Er zijn uitzonderingen mogelijk, maar niet zo heel veel. Het hangt er ook vanaf. Anders is de verrassing weg. Of iemand gaat nadenken en gaat met hele lange verklaringen komen. Nee, wil je niet. Soms wil je ook niet iemand in verlegenheid brengen als dat voor het verhaal niet hoeft. Iemand die je over zijn hobby interviewt, noem iets, postzegels verzamelen. Ik bedoel, ik pak er maar wat uit. Hij heeft de meest in het oog springende, prachtige zegels. Veel geld waard zijn. Hij is een absolute expert op het gebied. Maar dan zie je dat hij een map heeft met zegels waar er binnen zijn hobby nogal op wordt neergekeken. En hij vraagt, kan dat er buiten blijven? Ja, natuurlijk kan dat. Het is een hobbyist. Als iemand een goede en een slechte kant van zijn of haar gezicht heeft, ik ben ook fotograaf, dan maak ik ook met alle plezier een foto die alleen iemand van zijn beste zijde laat zien. Echt, dat kan. Geen probleem. Ik geloof er verder heilig in dat iemand zijn verhaal moet lezen voordat het gepubliceerd wordt. Of bij een documentaire dat je dat moet laten zien. Echt, dat moet. Ik zei het al. Er kunnen fouten in zitten die jij door onvoldoende kennis van de materie niet ziet. Namen kunnen verkeerd geschreven zijn. De dingen kunnen ondanks navragen verkeerd zijn begrepen. Nee, dat moet. En je moet wel stevig in je schoenen staan. Want je moet echt zeggen van nou, ik wil niet dat de strekking van het verhaal veranderd wordt. Dat moet je ook goed aangeven. Maar fouten moeten er niet in staan. En nee, een doorgewinterde politicus mag gedane onder record uitspraken niet terugnemen bij mij. Nou ja, tenzij hij stomdronken was. En die dronkenschap zelf is geen nieuwswaardig feit. Nou ja, je kunt het je bijna niet voorstellen. Maar bij iemand zonder perservaring, ja, dan mag de uitspraak eruit. Respect. Dat vind ik belangrijk. Je kunt Daily Minutes PS mailen op het korte mailadres x@xdv.me. En natuurlijk ook op de Facebookpagina van Radio Theepot. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot. Die uitzendt vanuit Gasselte-Nijveen op 918 kHz.